Hey lieve kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een speciale vlog. Want ik ga weer voor mijn werk naar het buitenland. Ah! Ik ben best wel zenuwachtig. Het is dit keer voor de schoolbox en ik ga 4 dagen naar Oostenrijk. Omdat ik daar een hotel en de accommodatie daaromheen moet laten zien. Dus ik ga daar een video van maken. Dus ik ga ook op een boot en ik krijg een lasershow te zien en weet ik veel wat allemaal nog meer. Dus ik dacht, ik ga daar natuurlijk ook weer een vlog over maken. Want hoe leuk is het om dit soort dingen gewoon te filmen en om te laten zien, nou ja, wat ik dan allemaal meemaak. Ik ga nu met de trein naar Arnhem, daar spreek ik even af met een vriend. Ik vlieg namelijk vanavond pas vanaf Düsseldorf, dus daar moet ik ook nog eerst even heen. Oh man, ik vond het allemaal wel heel geregeld, maar het komt helemaal goed. En ik neem jullie natuurlijk weer mee. Zo, ik zit in de trein en hij is echt bijna helemaal leeg. En het is een hele nieuwe trein. Dus ik ben benieuwd. Ik heb het heel erg warm. Ja mensen, dat is toch een ander beeld dan dat jullie net hebben gezien. De hele mooie lege trein. Ik stond in Arnhem en de trein reed niet. Ik was er al een beetje bang voor. En ja, toen moest ik een uur wachten. Toen dacht ik, kreeg ik al stress. Toen zeiden ze, nou, als je naar Zevenaar gaat, dan kan je daar misschien wel weer de volgende trein of weet ik veel wat. Het ging naar Zevenaar. Allemaal drama. Ik raakte helemaal in paniek. Nee, dus ik moest wel even huilen. Ik vond het echt niet leuk. Toen dacht ik ineens, ik heb een broer en dat is een koning. Dus ik zit nou in de auto bij mijn broer en die chased mij als een malle. Ja, dat drie. Dus die race mij als een malle naar Düsseldorf, Flughaven. En dan hoop ik, dan gaan we het gewoon redden. Dus even een shout-out naar degene die naast zit. Held, held. Nou mensen, ik heb het allemaal gehaald. Oh man, het was echt mega stress. Maar goed, toen ik het vliegveld opkwam was het echt meteen, ik kon meteen de goede gate, of hoe heet het, de goede poortje in, meteen douane door. Dus het is allemaal, oké. Oké, ik heb echt te veel stress gehad de afgelopen tijd. Ik kak nu ook helemaal in, merk ik. Goed, het is volgens mij een uurtje vliegen, of een uur en een kwartier. Dus dat valt ook best wel mee. Ik ben er! Het is 11:15, maar ik ben er. Nou hopen dat er een of andere taxi voor mij staat. Oh, dit is echt heel erg slecht licht. Maar ik heb net de meest briljante taxirit ooit gehad van Salzburg to Kaproen. Dit was echt, ik denk een uur en 20 minuten of zo, maar David was het en ik kwam wel in een bordje. Ik kon het niet filmen, want hij stond aan de andere kant, maar wacht, ik ga zo verder. Oké, waar was ik? Ik had dus de meest briljante taxirit ever. Ik heb ook niks gefilmd, want we waren alleen maar aan het praten. Het was zo'n leuke dude. En nou ja, hij heeft allerlei verhalen verteld. Hij rijdt al 10 jaar taxi en het was echt superleuk. Ik kwam naar beneden bij dit hotel en toen lag er een briefje heel lief klaar voor mij. Dat ik met mijn kamernummer, dat ik nou ja, in deze kamer zit. Ik was net nog even bang dat ik niet de kamer in kwam en ging niet open. Maar ik zal het even laten zien hoe het hieruit ziet. Nou ja, dat doe ik morgen misschien, want het is nu eigenlijk niet zo mooi licht. Dus ik ga nu lekker slapen en ik laat morgen de rest zien. Goedemorgen met een slaaphoofd. Ik had het uitzicht natuurlijk nog niet gezien. En ik ben mijn tandenborstel vergeten. Hoe schijt is dat? Ik voel me echt heel vies nu. Dus ik moet straks even een tandenborstel kopen. Maar jongens, dit is typisch. Kijk dit. Als ik aan Oostenrijk denk, dan denk ik wel een beetje aan dat soort huisjes. Zo bovenop een berg. En dit is trouwens mijn kamer. Best een oké bed. En dan zit daar achter de badkamer. En dan hier een wc. Zo, ik heb net Christian ontmoet. Dat is een Duitse man en die gaat over het hele activiteit gebeuren.
Ik heb een mega dik boek met van alles dat ik ga doen. Hij heeft alles soort van verteld wat er allemaal is. Ik ben een beetje lost. Nou, maar gelukkig heeft hij een heel programma voor mij wat ik ga doen. Dus ik ga nu even mijn schoenen aantrekken. Even een kauwgom in doen. Want ik heb natuurlijk mijn tanden nog niet gepoetst. Oh, het voelt zo smerig. Ik moet echt een tandenborstel kopen. En dan ga ik hier avontuur beleven. Ik ben echt misselijk, zenuwachtig. Ik krijg niks binnen. Ik weet niet, ik vind het lastig eten. Vind ik heel lastig de laatste 2 dagen. Maar ik heb wel even wat extra fruit meegenomen. Voor als ik ineens trek krijg. Oh my god, jongens, kijk toch. Die berg gewoon daar. Holy moly. En dit is trouwens het hotel. Kijk, ik zal het straks even goed laten zien. Kaprunenhof. En het is echt een goed hotel. Goed ontbijt ook. Zalamzee. En dit water is zo helder. Dit is gewoon drinkkwaliteit water. En ik word er echt heel erg gelukkig van. Kijk die uitzichten. Het is toch prachtig. De bergen erachter. Ja, daar word ik heel blij van. Top. Superleuk. Ik heb net een boottocht gemaakt. Ik zal even stukjes laten zien. Ik heb ook een timelapse gemaakt. Maar heel leuk om dit ook te kunnen doen. Ik heb heel lekker geluncht. En het wordt hier allemaal voor me geregeld. Dat vind ik zo bizar. Het is echt, echt heel vreemd. Maar wat is het hier mooi zeg. Kijk dan. Het is echt te gek. Ik zit dus nu opeens in een kabelbaan. Christian, die mij een beetje rondleidt, die heeft gezegd, nou, ga je maar naar boven. Ik heb een kaart voor je met allerlei andere leuke dingen waar je dan heen kan lopen en zo. En toen mocht ik gaan. Ik vind het allemaal heel raar. Maar kijk dit uitzicht. Oh my god. Ik vind het zo vet. Het is, ik besef het ook niet eens. Het is zo. Het gaat zo snel allemaal ook. Gisteren zat ik nog in Nederland en nu zit ik ergens in een kabelbaan in Oostenrijk. What just happened? En moet je nagaan als het hier winter is, dat het hier dan allemaal sneeuw ligt en zo. Oh, vet, 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 vet. En die bergen, ik hou zo van bergen. Het is hier best wel een soort van stijl. En ik weet niet, maar ik heb echt een soort van raar iets in mijn hoofd. Wat doe ik hier? Waarom, hè? Hoezo ben ik hier? Oh, ik ben blij als, als ik een beetje onder de bomen ben, want het is echt warm. En ik ben lekker aan het hijgen, want ik heb natuurlijk weer nul conditie, omdat ik 2 weken op mijn gat heb gelegen op vakantie. Ik wandel hier op een skigebied. In Oostenrijk, in mijn eentje. In een of ander bos. Je ooit doodgevonden wordt. Nee, grapje. Oké, er komen mensen aan, dat vind ik awkward. Doei. Jongens, doe even een wandelshot. Ik loop hier gewoon omdat ik wat dingen moet filmen. En ik kom ineens dit uitzicht tegen en ik zeg letterlijk hardop. Oh my god. Dit is echt. Dit is gewoon Heidi. Al heb ik dat nooit gezien, die serie of die film. Wow. Check dit. Hoe tof is dit met bloemen. En dan die berg op de achtergrond. Doe normaal. Dit is zo mooi. Ik word hier echt heel blij van. Oeps, hier aan een toren. Moet ik misschien heen. Wow, dit is echt... Nou, dit is zo onwerkelijk.
Ik ben gewoon in Oostenrijk. Wat dan? Hoe dan? Hier word ik echt gelukkig van. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven dat ik dit voor mijn werk doe. Jongens, dit slaat er helemaal nergens op. Het is wel een beetje jammer dat ik alleen ben, want dan kan ik het niet met iemand delen. Maar goed, dit helpt al een heleboel om tegen een camera te praten. Ja, het klinkt misschien stom, maar hopelijk voor sommigen herkenbaar. Of niet? Nou ja, schijt aan. Ik vind het gewoon fijn om even te kunnen praten. Het is zo groen hier. Wauw, en vorige week zat ik nog in het uitgedroogde Mallorca. Ik wilde toch even iets met jullie delen, want ik heb nu zo weer zo'n euforisch gevoel. Oké, dit is echt irritant voor jullie, maar dat is dus de afgelopen 24 uur zo erg op en neer gegaan. Ik bedoel, toen ik dacht dat ik het vliegtuig niet ging halen, was ik echt gewoon, nou ja, paniek is een groot woord, maar ik was echt flink in de stress. En vanochtend kon ik echt ook niet eten, omdat, ja, ik weet het niet, gewoon zenuwen of zo. Ik heb geen idee, gewoon, nou ja. En dan nu, als jij dan hier bent, ja, in de natuur. Ja, natuur helpt echt een hele hoop voor mij, maar dan voel ik me zo gelukkig. Dan ben ik echt gewoon op de top van de berg. Oké, dit is wel heel lelijk. Maar nou ja, dat dus. Ik loop nu naar een meertje en daar pompen ze water vanuit Zellamzee naartoe. En vanuit daar halen ze 's winters, zeg maar, het water waarmee ze de sneeuw maken. En dat is dus ook echt drinkbaar water en helder. Ik ben echt heel benieuwd hoe het eruit ziet. Jeetje. En ja, ik ben benieuwd. En je kan er dus... Oh man, dit haar. En je kan er ook in zwemmen. Dus ik denk dat ik even ga pootje baden. Ik ben even terug in het hotel en ik heb een tandenborstel. Dat je hier echt zoveel zin kan hebben, hè. Dit is, het voelt zo vies als je gewoon anderhalve dag je tanden niet hebt gepoetst. Bah. Oh. Nice. Een paar lama's en alpaca's voorbij. Check dit. En het onweer trouwens ook. Hoe leuk is dit? Check dat.